Als we in twee span rijden, ja, dan gaat dat weer apart. Die dingen die gewoon is van het handpaard, laat ik ze zeggen. Het handpaard is het paard dat eigenlijk alles kent. Die gaat er veel van overnemen. En als dat paard rustig blijft, dan zal dat jong paard dat ook stilletjes aan wel lopen. In het begin zal die natuurlijk wel eens omspringen of het een of het ander. En zo is het met een driespan ook. Als die paarden elkaar kennen, dan gaat dat redelijk rap. Ja, dan, maar het is vooral dat rustig zijn. En zelf ook rustig zijn. En de paarden een beetje aanmoedigen, een beetje bemoedigen. En dan lukt dat wel. Maar het is vooral kalm blijven en rustig zijn. En zelf rustig zijn, zijn de paarden ook rustig. Het gaat er maar niet op van liggen te dubbelen en erop te kloppen of die het dat op niks zet. Ja. Het moet van weerskanten komen.